Hoi, is je puzzel klaar die je gisteren hebt gemaakt? Nou, dan heb je nu weer tijd om te luisteren naar het nieuwe verhaal van Otjan Dikkie. Baby. Eten, roept mama. We gaan een boterham eten. Maar Otjan Dikkie hoort mama niet. Hij heeft het te druk met zijn puzzel. Otjan Dikkie, aan tafel! Zegt mama. Otjan Dikkie hoort het nog steeds niet. Mama komt hem halen. Maak straks je puzzel maar af, zegt ze. We gaan nu eerst lunchen. Lunchen is klunchen, zegt Otjan Dikkie. Maar hij staat toch op. Hij pakt mama beet. Voorzichtig, zegt mama, denk aan mijn buik. De mama van Otjan Dikkie krijgt een baby. Dat kun je aan haar buik zien. Het is een buik met een bobbel. De bobbel is de baby, maar de bobbel lijkt niet op een baby. Papa's buik lijkt ook een bobbel, maar dat is dan weer geen baby. Dat is gewoon een buik. Otjan Dikkie snapt het niet. Hij kent geen baby's die in een buik wonen. Hij kent alleen maar baby's in wiegjes en in kinderwagens. De baby groeit in mama's buik, vertelt mama. En na een tijdje komt hij eruit. Otjan Dikkie kijkt naar de buik van mama. Moet de baby ook een boterham eten? Mama schudt haar hoofd. De baby eet nog geen boterhammen. Nou, dan wil ik ook geen boterham, zegt Otjan Dikkie. Hij wil weer naar zijn puzzel lopen. Mag de baby dan friet? Nee, zegt mama. De baby eet ook geen friet. En rijstwafels? En chipjes? En pannenkoeken? Mama blijft haar hoofd schudden. Nou, dan vind ik baby stom, zegt Otjan Dikkie. Kom nou maar een boterham eten, zegt mama. Grote kinderen eten altijd een boterham. 1, zegt Otjan Dikkie. Ik ga wel 10 boterhammen eten en dan nog 11. Dat lijkt me wel heel veel, zegt mama. Otjan Dikkie knikt. Omdat ik al groot ben, zegt hij. Hoop dat jullie ook een lekkere boterham krijgen. Tot de volgende keer.